Hoi collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie laten zien hoe Polly werkt. Om Polly te gebruiken moet je naar een klas. We gaan naar onze klas 1b van vorig jaar, maar dat maakt niet uit. En daar gaan we een Polly toevoegen. Nou, dan kan dat op twee manieren. Je kan het bijvoorbeeld hier bij het plusje toevoegen. Meestal staat hier al gelijk bij. Ja, kijk, Polly. Toevoegen, please. Hoeft niet per se op het kanaal te posten, mag wel natuurlijk. En dan wordt hier uitgelegd wat ik nu ga laten zien. Dat je hem toe kan voegen. Het fijne als je hem hier toegevoegd hebt bij plusje, is dat je ze vanuit hier ook kunt beheren. Ik ga straks nog een manier laten zien en dan kun je ze beheren via chat. Ik vind dat persoonlijk wat minder fijn, maar... De keuze is aan jou natuurlijk. Je kunt zien, dat is gewoon een gratis versie die ik gebruik. En vanuit hier kun je dan dus ook polls aanmaken. En zo'n poll is dus een hele simpele manier om snel informatie op te halen bij je studenten, maar ook bij je collega's. En zo kun je op verschillende manieren snel evalueren ook, als je dat zou willen na een les. Bijvoorbeeld als je een exit ticket wil maken via Polly, zou je kunnen zeggen dat je hem terug laat komen. Nou ja, telkens elke maandag kun je nog een specifieke dag uitkiezen. Dus laten we zeggen dat we vanaf volgende week maandag hiermee beginnen. Prachtig. En dan doe ik hem om 2:30, want dan eindigt mijn les met deze klas. Dan wordt hij gepost in algemeen? Nee, in English, want ik geef aan English. Oké. Okay. En dan begin ik met de vraag, have you learned something new in class today? Maar dat wil ik nog niet in een multiple choice. Ik wil ze daar zelf op antwoorden, dus dan maak ik hem open. En dan wil ik live deze antwoorden binnen zien komen. Je kunt er ook voor kiezen om in één keer alle antwoorden te krijgen nadat ze binnenkomen. Je kunt ook ervoor kiezen dat het publiek deze resultaten niet ziet. Dus stel je bent bang voor veiligheid in de klas, dan kun je die optie aanvinken. Ik wil ze niet anoniem, want ik ben bang dat als ik anoniem kies, dat ze dan gekke antwoorden gaan klikken. Nou, kun je hier zelfs een template van maken. Dan noemen we hem exit ticket bijvoorbeeld. Save. Dan kan ik hem de volgende keer heel makkelijk gebruiken. Hier zit alles wat we net hebben gedaan. Doen we preview. Nou, is dat gepland op maandag 2 november om 2:30. Dit is de vraag, dit is hoe ze hem invullen. Nou, daar ben ik wel blij mee. Send. Dan staat hij alvast klaar. En dan kunnen de studenten elke maandag na mijn les om 2:30... een exit ticket invullen. Kan ook voor veel simpeler gebruiken. Ik kan hem ook direct toevoegen ergens. Dus dan doe ik een poll. In het algemeen, helemaal leuk. Hoeft niet vaker terug te komen. Ik wil dat hij het nu doet. Om deze tijd, op deze dag. Maak een multiple choice. Hoe gaat het? Top. Of kwalitatief uitermate teleurstellend. Nu neem ik aan dat je toch wel wat andere vragen zal stellen aan studenten, maar puur om te laten zien hoe snel dit kan, kun je hier nog aangeven of ze meerdere keren mogen stemmen of niet, of zij zelf opties toe mogen voegen. Mogen ze commentaar leveren eronder, dus erop reageren. Van mij mag dat wel. Ik wil ze live binnen zien komen, niet anoniem. Nee, maar gewoon anoniem. Zo. Preview. Zo komt het eruit zien. Hier kunnen ze dan een antwoord aanklikken. Send. Wanneer dan dus antwoorden binnenkomen, verschijnen die direct hieronder. En zo kun je je Polly gelijk zien. Hoe dat dan in het kanaal eruit ziet, zie je hier. In post. Hier zie je de Polly's. Je ziet dat die toegevoegd is. Wat wel handig is, want dan kunnen studenten gelijk kijken op Learn More. Hetzelfde geldt voor collega's.
Binnen docententeams werkt het exact hetzelfde. Hier kunnen zij reageren. Vandaar de add comment. Laten we gelijk stemmen. Dan zie je ook hoe dat binnenkomt. Gaat helemaal top. Submit vote. En omdat we hebben aangegeven dat we live willen zien hoe dat eruit ziet, zie je hier de resultaten dan binnenkomen. Mooi. Wat je nog meer kunt doen, is bij een nieuw gesprek, zie je hier een papegaaitje. Dat is ook Polly. Als je daarop klikt, kun je vanuit chat kun je responses toevoegen. Nu hebben we hem al geïnstalleerd. Als je dit de eerste keer doet, dan krijg je dezelfde schermen als je net heel even zag. Dus met weet je zeker dat je Polly wilt installeren. Dit is het, et cetera. En vanuit hier kun je exact hetzelfde doen. Dus hier staat al het template dat we hebben gebruikt voor de exit ticket. Wat dus ook handig is in de andere kanalen om dus in één keer zo over te nemen. Maar je kunt dus ook een nieuwe maken vanuit hier, create new. En dat gaat op exact dezelfde manier als je net zag. Handig is, je kunt ook global templates gebruiken. Even kijken. Dus ja, kijken of daar wat leuks voor je bij zit. Dat is Polly, heel kort gevat. Dit is de gratis versie. Werkt bij studenten, werkt bij docenten. En het is een perfecte manier om snel exit tickets te maken, informatie op te halen en feedback te vragen. Ga ermee aan de slag. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden.